Hoi en welkom bij deze video over het examen Biologie van 2022, eerste tijdvak, vraag 15 tot en met 20. We gaan het hebben over tijgermuggen, er moeten grafieken worden gelezen, we gaan het hebben over consumenten van eerste orde enzovoort, trofische niveaus, daglengtes en winter. Nou, dat zo'n beetje. Voordat ik begin wil je mij bedanken voor het maken van deze video's, geef dan een like en abonneer je op dit kanaal, daar ben ik echt enorm mee geholpen, dat zou heel fijn zijn. De tijgermuggen, het is een probleem, want dat beest is in Nederland bijvoorbeeld een exoot en hij kan virusziekten overbrengen en met de steeds mildere winters kan die overleven. Inmiddels komt hij voor in Noord- en Zuid-Afrika, allemaal onbelangrijk. Ga nou niet zo'n hele... Ja, je kan hem even scannen, zo'n tekst, dat je weet waar het over gaat, waar we het eigenlijk over hebben, nou, die tijgermug, waar bepaalde informatie staat. Maar op het moment dat je weet wat de vraag is, kan je gericht gaan zoeken in zo'n vraag. Tijdens haar levenscyclus behoort het tijgermugvrouwtje tot verschillende trofische niveaus. Enkele trofische niveaus zijn, nou, daar staan ze genoemd, dat weten we, die kennen we. Tot welke van deze trofische niveaus kan de tijgermug behoren als larve en als volwassen vrouwtje? Dus even goed lezen, schrijf larve en volwassen vrouwtje onder elkaar. Ze geven al aan hoe je dat moet doen. En noteer het juiste nummer of de juiste nummers erachter. Nu weet ik, oh, ik moet bepalen bij welk trofisch niveau dat beest hoort, in welke fase. Dus ik ga dat heel gericht in de tekst zoeken. Ik begin bij de larve. Wat eet dat beest? Dat moet ik dan weten. Dat staat in de tekst. In het voorjaar komen de larven uit en leven van plantenresten in het water. Hij eet dus planten, dus het is een consument van de eerste orde. Laat je nou niet van de wijs brengen dat het een reducent is, omdat hij bladresten eet. Reducenten die zetten organische stoffen om in anorganische stoffen. Dus zijn bacteriën en schimmels. Dat is dus niet iets wat een larve doet. Dat is gewoon een consument van de eerste orde. Tweede deel van de vraag, het volwassen vrouwtje. Wat eet het volwassen vrouwtje? Volwassen mannetjes en vrouwtjes leven van nectar uit bloemen. En in mei beginnen de vrouwtjes met het steken van zoogdieren en vogels. Dus ik weet, oké, ze eet bloemen, dus ze is consument van de eerste orde. Ze steekt zoogdieren en vogels, dus sowieso van de tweede orde. De vraag is, tot welke trofische niveaus kan de tijgermug behoren? Ik weet niet zeker of ze misschien ook wel tot de derde behoort. Want als zo'n vrouwtje mij steekt, ik ben een zoogdier, dan is ze consument van de derde orde. Of misschien zelfs vierde en vijfde, maar dat staat hier niet als optie bij. Vogels die rupsjes eten, zijn zelf al consument van de tweede orde. En dat maakt dan zo'n mug consument van de derde orde. Dus bij het vrouwtje kan zowel 1, 2 als 3 het juiste antwoord zijn. Vraag 16. Twee abiotische factoren kunnen wijzen op het invallen van de winter. Tijgermuggen blijken vooral de daglengte te gebruiken om het moment te bepalen waarop ze diapauze eitjes gaan leggen. Licht toe, daar hoef je nog niet eens voor te weten wat die diapauze eitjes zijn, want we hadden de tekst overgeslagen. Licht toe dat daglengte een betrouwbaarder stimulus is voor het leggen van diapauze eitjes dan temperatuur. De daglengte verandert elk jaar op dezelfde manier. Die is heel betrouwbaar, gaat in stapjes. Het is nu oktober, het wordt 's avonds steeds vroeger donkerder. Op het moment dat je deze video ziet, ben je aan het voorbereiden op je examen. En worden de dagen juist steeds langer, maar dat is elk jaar hetzelfde. Dus dat is heel betrouwbaar, is elk jaar hetzelfde. Wat temperatuur, nou zeker in Nederland, joh, het kan in de winter vriezen of dooien. Het kan lekker warm zijn, we hebben nu een redelijk warm oktober, het was gisteren 17 graden. Ja, dat zegt niet zoveel over wanneer die winter nou komt. In 1985 werd voor het eerst grote hoeveelheid tijgermuggen gezien in de Verenigde Staten. En waarschijnlijk kwamen die uit autobanden uit Japan, waren ze daarin meegekomen. Vooral dan waarschijnlijk van die diapauze eitjes. Dat zijn eitjes die wat langer kunnen liggen voordat ze uitkomen. Ze hebben daar onderzoek naar gedaan. Ze hebben de kritische fotoperiode bepaald. Wat is de kritische fotoperiode? Deze gaan we nodig hebben. De daglengte die in het najaar bij 50% van de vrouwtjes leidt tot de productie van diapauze eitjes. Dus dat is een trigger voor de helft van de vrouwtjes om dat soort eitjes te gaan maken. En het is dus de daglengte, dus hoe lang een dag duurt, goed voor jezelf om te weten, is dat naarmate de winter vordert, de dagen steeds korter worden. Ze hebben onderzoek gedaan in een lengtegraden, of breedtegraden moet ik zeggen, van noord naar zuid, van 26 graden tot 42 graden.
En de resultaten staan in deze diagrammen. En dat onderzoek hebben ze 2 keer gedaan. 1 keer in 1988 en 1 keer in 2008. Wat zien we nou eigenlijk in dit diagram? Ze zijn allebei hetzelfde, behalve dus over een ander tijdstip. Maar ze hebben dezelfde assen. We hebben de kritische fotoperiode. Die staat hier op de y-as. Dus we hebben een dag waar 12 uur licht is, 12,5 uur, 13 uur, 13 enzovoort. En we hebben de breedtegraad, dus eigenlijk het gebied waarin dat plaatsvindt. En dan zie je bijvoorbeeld dat bij een breedtegraad van 30 graden noordenbreedte, daar is de kritische fotoperiode 13 uur. Dan gaat de helft van de Verenigde Statenvrouwtjes diapauze-eitjes leggen. Dat is op dat moment. En hier zie je dat bij een breedtegraad van 30 gaat de helft van de vrouwtjes bij 12,5 uur diaspora-eitjes leggen. Ik noem het steeds diaspora, diapauze-eitjes leggen. Over de resultaten van de onderzoeken worden 3 beweringen gedaan. In 2008 legden tijgermuggen in de Verenigde Staten gemiddeld later in het jaar diapauze-eitjes dan in 1988. Als je zo kijkt naar dat lijntje, dit zijn de Verenigde Staten, de doorgetrokken streep, dan zie je dat de gemiddelde fotoperiode, kritische fotoperiode, zo tussen de 13 en 13,5 ligt ongeveer. Ga je kijken naar deze, dan zie je dat het behoorlijk gezakt is. Dus ik durf wel te zeggen, zonder het echt daadwerkelijk te gaan uitrekenen, dat de kritische fotoperiode in 2008 korter was. Dat betekent dat de dag korter was. Dat betekent dat we verder de winter in zijn. Dus later in het jaar. Populaties die in Noord-Amerika of Japan zuidelijker leven dan 26 graden noordenbreedte, kunnen geen diapauze-eitjes leggen. Dat weet ik niet, want dat is niet onderzocht. Ze hebben alleen maar van 26 tot en met 42 graden noordenbreedte onderzocht. Ze hebben die andere breedtegraden helemaal niet gemeten. Ik heb geen idee, dit kan ik niet zeggen, dus dit is niet. Vraag 3. De Noord-Amerikaanse tijgermuggen zijn afstammelingen van een Japanse populatie uit een gematigde regio noordelijker dan 30 graden noordenbreedte. Dus het gaat over die Noord-Amerikaanse tijgermuggen. Zijn die dan noordelijker dan 30 graden noordenbreedte? De vraag is, ondersteunen deze gegevens deze stelling? Nou, dan moeten we even heel goed kijken. Wat ik zie hier, is dat die Japanse populatie zit over het algemeen boven de 30 graden noordenbreedte en heeft dan een vrij hoge kritische fotoperiode. En je ziet dat dat hier nog behoorlijk overeenkomt met wat die Amerikaanse muggen hebben, om ze zomaar even te noemen. Die Noord-Amerikaanse muggen. Dus dat ondersteunt al. Oh, die populatie, deze is dan 30 graden noordenbreedte. Daar zien we de meeste diaspora-eitjes, behalve hier één wappie die bij 12,5 uur al eitjes gaat liggen, zitten de meeste boven die 30 graden noordenbreedte. Het is grote kans dat ze daarvan afstammen. Dus eigenlijk ondersteunt dat al genoeg, deze stelling. En hier is natuurlijk, is er evolutie plaatsgevonden, zie je meer verschillen in die Amerikaanse populatie. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat je ziet, van ja, er is heel veel overlap tussen die soorten die boven die 30 graden noordenbreedte zitten. Dus vraag 17, 1 wel, 2 niet, geen idee, en 3 wel. Geef een verklaring voor de geringe variatie in kritische fotoperiode van de Amerikaanse populaties in 1988. Je ziet die lijn loopt vrij vlak. Ze zitten allemaal zo'n beetje rond die 13,5 globaal gezegd. Er is dus weinig variatie. Ja, hoe komt dat? Ze stammen allemaal af van één klein clubje dat met die autobanden is meegekomen. Dus je hebt eigenlijk een situatie, founder effect of stichters effect. Er was ook maar één punt, dus dit was vrij makkelijk uit te leggen. Vraag 19. Nou, daar moet je even over buigen. Heel verhaal en er wordt gevraagd naar de symbiotische relaties tussen mens, tijgermug en het chikungunya virus. En dat is weergegeven met nummers. Ze vragen hier om een vorm van symbiose. Ik vind mens en chikungunya virus lastig om dat symbiose te noemen, maar hier, oké, vooruit, sowieso. Maar hij staat hier, dus dan ga ik er maar vanuit dat ik een vorm van symbiose moet noemen. Wat hebben we allemaal in de aanbieding aan vormen van symbiose? Het is goed om voordat je zo'n vraag als deze gaat beantwoorden, dat even op een rijtje te zetten. We hebben commensalisme.
Dan heeft één van de twee voordeel en de ander heeft geen nadeel. We hebben mutualisme, dan heeft beide voordeel. En we hebben parasitisme, dan heeft de één voordeel en de ander nadeel. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste vormen van symbiose. Nou gaan we eens even kijken. De mens en de tijgermug. De tijgermug die zuigt bloed van mensen. En de mens heeft daar last van. Dus die heeft een plus en die heeft een min. Dan is het parasitisme. Bij twee, de chikungunya-virus en de tijgermug. De tijgermug staat hier in de tekst. De mug heeft hier geen last van. Dus die is neutraal. Dat chikungunya-virus heeft daar natuurlijk voordeel van. Want die kan verspreid worden en die kan zich meer gaan uitbreiden en delen en voortbestaan. Dus we hebben hier een gevalletje commensalisme. Eentje is neutraal en eentje heeft een voordeel. De mens en het virus. Nou, het virus heeft daar natuurlijk voordeel van dat ze in zo'n mens zitten, want die kunnen zich dan meer voortplanten. En de mens, die volgens mij gingen we er dood aan, even kijken, ernstig is voor mensen. Ja, we hebben daar last van. Dus ook dit is een gevalletje parasitisme. Ik vind hem dus tricky omdat het over een virus gaat. Maar ja, de vraag wordt op deze manier gesteld. Noem vormen van symbiose, dan kan je niet zeggen, dit valt daar niet onder. Muggenexpert Bart Knols heeft een stof gevonden die bij de uitbraak van zo'n virusziekte ingezet kan worden. En dat gaat over een ontvlooiingsmiddel voor honden. Hij slikte die stof en alle muggen die hem staken vielen dood neer. Het vlooiemiddel van Knols is op de markt gebracht voor gebruik bij honden. Het middel mag pas verkocht worden voor gebruik bij mensen als eerst meer onderzoek is gedaan. Noteer twee aspecten die onderzocht moeten zijn voordat het middel door mensen gebruikt kan worden. Nou, dat zijn er nog wel wat. Een hond is over het algemeen veel kleiner dan een mens. Dus we moeten gaan kijken hoeveel moet ik per kilo gaan geven aan mensen. Dat het daadwerkelijk werkt. Zijn er bijwerkingen voor mensen? Kijk, bij honden, die kunnen ons niet vertellen dat ze zich hondsberoerd voelen. En bij mensen, misschien word je er wel hartstikke misselijk van. Of krijg je misvormde foetussen. Dus de infecten op het ongeboren kind moeten onderzocht worden. Hoe werkt het samen met andere medicatie? Als mensen bloedverdunners slikken, kunnen ze dan nog wel zo'n ontvlooiingsmiddel gebruiken. En gewoon, wat is het effect op lange termijn? Honden worden maar 13, 14 jaar oud als je een beetje geluk hebt. En een mens wordt 80. Wat is dan het effect op de werkzaamheid van het middel en op de mens die hem gebruikt? Je kon er dus behoorlijk wat noemen. En had je de twee goed, dan krijg je daar ook twee punten voor. Heb je nou nog vragen over dit onderwerp of andere vragen? Laat het vooral weten in de reacties en dan wordt alles uiteindelijk best biologisch.